Hoi, het is vandaag een hele speciale dag. Kijk, 30 januari. Want het is vandaag 7 jaar geleden dat ik mijn kanaal heb gestart. Dus vandaag is hij 7 jaar oud. Gefeliciteerd kanaal. Yay! En om dat te vieren gaan we een pretpark tekenen. Nee, ik kwam er pas later op dat ik het vandaag was. Maar goed, anders had ik misschien wat anders gedaan. Maar dat doen we misschien als ik 25.000 abonnees heb, doen we iets speciaals. En iemand had gereageerd... Wil je een pretpark tekenen? Dus dat gaan we doen. En ik ga het in verschillende delen doen. En ik begin eerst met het reuzenrad. En daarvoor teken je een cirkel. Zo, cirkel. In het midden een cirkel. En dan twee van die ondersteunende palen. Ik woon trouwens heel dicht bij een pretpark. Echt heel dicht. Ik kan hem zeg maar zien vanaf hier. Dus raad maar waar dat is. En ik zie ook een reuzenrad. Dus raad maar waar dat is. Zo. En dan denk ik nog een eentje. Nog een cirkel erin. Ik weet nog niet zeker of ik dit hou, maar ik teken het nu wel even. Zo. En dan, ik zal wel even inzoomen, gaan we de bakjes tekenen. Ja, dat mag je op heel veel verschillende manieren doen, want je hebt heel veel verschillende. Maar je moet er wel aan denken dat ze aan de cirkel hangen. Dus ze hangen er niet boven. Ze moeten altijd met de bovenkant eraan hangen. Dus hier hangen ze een beetje eronder en hier ook. Dat is goed vooral. Ik zal eerst gewoon een paar cirkeltjes maken. Niet te veel. Kijk, hier gaat hij naar onder. Zo, en dan komt er nu nog een cirkel omheen. En nog één. En dan gaat er van een stokje naar elk bakje. Zo, klopt precies. En dan gaan we nu de bakjes wat beter tekenen. Ja, het heeft vaak een bovenkant en een onderkant. Dus ja, dat moet je maar zien. Maar ze zitten wel aan elkaar vast natuurlijk. Zo, denk ik. Maar dit is best leuk, want je mag het gewoon helemaal zelf weten. Eigenlijk moet je gewoon onthouden dat het op een wiel lijkt van een fiets. Dus met spaken, want anders dan pleuren die bakjes naar beneden. En voor de rest kan je alles zelf verzinnen. Zo, dat is vrij scheef, maar dat maken we zo wel beter. Oh ja, ik zie het al. Ja, ik maak het nog iets ronder. En dan ga ik proberen de bakjes nog wat meer te laten hangen door de spaken niet naar het midden te laten wijzen, maar naar de bovenkant, want dan heb je meer het gevoel alsof die bakjes ook echt hangen. Want nu zweeft ze een beetje in de lucht, wat niet echt klopt. Dus dat ga ik even doen. Zo, ik heb ook nog een tent getekend, maar ik weet niet zeker of ik dat ga houden. Maar ik wou er gewoon iets voor hebben, want als ik het hele pretpark ga tekenen is het een beetje raar als deze vooraan staat. Maar goed, we zullen zien wat ik ga doen. Ik ga hem nu overtekenen.
Zo, en dan ga ik nu de rest uitgummen en het dan inkleuren. Het is trouwens ook leuk om het met streepjes te tekenen of om er in de bakjes toch een deurtje aan toe te voegen. Maar als je het een beetje basic wil houden, dan is het zo ook wel leuk genoeg. Zo. Ik ga misschien later nog anders inkleuren als we de achtbaan en zo, de rest van het pretpark gaan tekenen. Ik, ja. Maar... Ja, dus dit is het reuzenrad. Ik heb me alleen niet helemaal aan mijn eigen regel gehouden, want ik had gezegd dat de bakjes aan de stang moeten hangen. En deze hangt overduidelijk niet. Deze ook niet. Ze moeten eigenlijk iets lager, dat ze dus echt hangen. Zo, dat dit dakje dus aan de stang zit. Maar goed, het ziet er ook wel leuk uit. En het ziet er ook wel leuk uit dat het een beetje scheef is, want dan is het wat speelser. Ik zit er nog even bij te werken. Zo, en dan is je reuzenrad af. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Doe anders even een duimpje omhoog. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Doei!